Zondag 3 maart mocht ik voorgaan in de crossoverdienst in Friezeveen. Het thema was daar, is alles voor niets. Zoals jullie weten is mijn lijflied de bestemming van Marco Borsato. Dat komt doordat dat lied heel mooi aangeeft hoe ik vroeger op zoek was naar betekenis en zekerheid in mijn leven. En dat ik dat uiteindelijk heb gevonden in de Heere God. Het thema is alles voor niets past dus ontzettend goed bij dit lied. En ik heb daar natuurlijk meteen prediker bij gezocht. Je weet wel, dat boek waarin Salomo beschrijft dat alles uiteindelijk lucht en licht is. De zon gaat zinloos onder, morgen moet hij toch weer op. En de wind waait toch wel waarin hij wil. En de rivieren blijven maar naar zee stromen. En toch raakt de zee niet vol. Als ik in God geloof, waarom lijkt dan alles soms zo zinloos? Waarom is er zoveel kwaad in de wereld, terwijl we geloven in een almachtige, liefdevolle God. Iemand legde mij ooit eens een keer uit dat het leven hier op aarde een beetje is zoals dit tapijt. Misschien herken je zo'n tapijt nog wel. Van het hoogpolige tapijt waarop je glas altijd omviel, nooit bleef staan. Heb je de onderkant wel eens bekeken? Die is echt super lelijk. Moet je kijken, het ziet er niet uit. Misschien komt dat doordat we juist vanaf de onderkant kijken. Dat vanaf de bovenkant hier God bezig is met een enorm mooi tapijt. Maar dat we nu nog tegen de onderkant aan kijken en denken, wat een rotzooi. Het leven kan dus daarom nog best wel lastig zijn. Maar we mogen leven uit genade. En dat betekent dat we met ons thema, is alles voor niets, misschien wel veel verder zijn dan we denken. Is alles voor niets? Door het werk van Jezus krijgen we alles voor niets. Dat is pas genade. Dus drink met een vrolijk hartje wijn en geniet van de mensen om je heen. Als je dat wijnglas neerzet, moet je wel even goed vasthouden als je hem op dat hoogpolige tapijt neerzet. Maar verder maak je geen zorgen voor de dag van morgen. Want elke dag heeft genoeg aan zijn eigen zorgen.